9, 11, Jesse de Veer. We kijken naar de 109 van Raf de Wolf. Dan de 2-0-1, Bram Lonken. Dan de 4-0-1, Jessan Lim van Boksel. En laatst maar dan niet, Romy Kerkhoff. Marcelaatje, we zijn weg en we gaan kijken wie daar snelste weg is. Het is de 109, Raf de Wolf. Raf de Wolf die is als eerste vertrokken. Hij gaat hier aan de leiding. Maar aan de binnenkant gaat een hele snelle man komen. We gaan kijken wie daar naar voren gaat komen. Het is de man van Nieuwland, denk ik, die daar naar voren gaat komen. Het is de 711. De 711 is Jesse de Veer. Ralf Fonke, die gaat daarbij komen. En binnendoor gaat daar een aanval komen van Mink van Boksel, denk ik. We gaan kijken wie gaat deze eerste A-finale op zijn aanschuiven met de boys. B6, girls 7 jaar. Het is de 711, Jesse de Veer. A-finale, we stellen ze even aan u voor. 132, Lissie van Schijndel. 154, Chloe Kreenhoed. 205 is Rick Schakenraad. 207 is Steve van Schijndel. 208 is Cedric Kasmakers. 204 Jim Stuyck. 208 Keen van Aasdom. En als laatste 522 Karl van Nistelrooy. Gas wordt er gegeven op die berg. Ik zie Chloe daar heel mooi proberen te rechts. Oeh, maar het is even vervelend op het laatste moment nog. Chloe is volgens mij technisch materiaal echt daar. Wie komt er als eerste hier aan? Daar zie ik ook. 122. Nee, 132. Lizzie van Schermen voorop in deze finale. 205 op de tweede plek. 205 is Rick Schakenraad. En die gaat er met de derde plek gekozen van de hoogte. Dat gaan we zien in 2001. Er steekt Lizzie van Schermen voorop. Met een stuur van 132. Maar dan krijg ik de afstand. Zij is vrij veilig keer op dit moment als ze niks te doen. Dan zien we voor de tweede plaats die komen in deze A-finale. Nummer 205. Dat is Rick Schakenraad. En dan moet je 3 op de val heen. 218. Maar ik wil. We zijn weg in de B-finale 8, boys 9 girls. We gaan kijken naar Julian Leeders met zegt nummer 16. Devin Nolle met zegt nummer 13. Nick Kerkhoff met zegt nummer 85. Bram van Kessel met 84. Rink Weland met 89. En Joep de Bok met zegt nummer 18. Succes! Watchelijts en we zijn weg en Van Heijden die is het snelste weg. En Jan Kroos die zit er dan ook heel goed bij aan de buitenkant. Het is de nummer 11 en de nummer 12. We gaan kijken, Jantje Kroos die gaat aan de buitenkant voorbij komen. Inderdaad, het is Jan Kroos op een eerste plaats. Dan zien we Pellen, BMX team en dat is Joop Kies van Van Heijden. Dan kijken we naar Jurgen Leenders denk ik op die derde plaats. De man met slag nummer 13 is het Devin Nolle. Oké, okay, B-finale, Boys 9, Girls 10 is onderweg. Bram van Veldhoven, Donnie Becker, Ries Wilting, Enzo Gerrits, Andy van Dachtel, Jasper Gerritsen, Kars van Berlo, 46, Joost Stokkemans, 809, Jeroen de Bond, 101, Thibaut van Engeland, 121, Milan de Haas en 302, Ryan Sharkey. En ze zijn weg, afgeschoten van de plank. Wie zal er het eerste zijn? Ik zie dat. Volgens mij Bo Piepers als eerste daar rechts buiten. Maar volgens als die weer af kan. We kijken naar de B-finale. De B-finale. En we zien daar Jimmy O'Brien. Die daar als eerste naar beneden. 40, Kasper Piepers. Dan kijken we naar de 35 van Joep Maandoos. Teun de Bok met startnummer 38. Kevin Dollevoet, de 287. Dan kijken we naar de 240 van Nick Leenders. Boris Bregersman. Rekelmans met 2,38 en Marco Dominicus met startnummer 560. Succes!
linkerkant is het Gozens, Gozens en Piepers. We gaan kijken naar die mannen van het Dream Team die er ook heel goed bij zit. Dat is, denk ik, even kijken, Teun de Pop, startnummer 38. Het is Gozens op het eerste plaats. Gozens die daar als eerste door de bocht komt. Dan kijken we naar Teun de Pop, van de startnummer 5. 23, Ralf van den Broek. 25, Brian van Eemwijk. 46, Isa van Dinter. 22, Erik Peters. 382, Karsten Derks. 32, Jimmy Jansen. 187, Boris van Kessel. En nummertje 43, Indy Schepers. En race 120 is weg. Wie is het snelste beneden? Wie heeft de meeste power nog? Ze blijven redelijk gelijk. Ik zie daar ook BMX Dream Team voor in zitten. En als het goed is, zie ik dat 22 of 23 of zo moeten zijn. Ik dacht dat het 22 was. En wie komt er als eerste aan? Wie komt er naar mij toe rijden? Dat is 22 op de pole position. Dat is Rick Weedhoos. Kort gevolgd door 23 Ralf van den Broek. En wie gaat op de derde plek? Ik zie Miss Dream Team, omdat je 43 op de vierde plaats. We gaan nog even kijken wie zit op die derde plek. Nog steeds, op kop. Nummer 22, de Peters van de Oero. Nummer 23, Ralf van den Broek. Derde plek, en de tweede plek, en 382 is. Wat je laatst zijn, we zijn weg en we zien Maandoms en Wessel van Dijk. Maandoms en Wessel van Dijk hier in de BVL. Allebei hoogst nog volgens mij niet thuis. We gaan kijken. Het is Wessel van Dijk. Hij gaat hier als eerste de kop op in. Dan zien we Jara Maandoms op de tweede plaats. Dan kijken we naar de 380, denk ik. En de 397. Hier is Van Roy Kappers, de man uit Vekroon vandaag, op die derde plaats. Maar het is de man van het 3-team. Hij gaat deze finale met de kans naar de bestekking over. Wessel van Dijk. We starten nummer 271, Lendren Steven, Pieter Langveld met nummer 13, Twin Leenders 18, Carlos van Hees met 256. Dan kijken we naar Ryan Marakel met starten nummer 12, Teun Kivu 251, Tom Verkaart met starten nummer 17 en de 15 van Rick Timmermans. Succes! Aan de binnenkant is hij goed weg, maar er zijn er nog een paar die zijn sneller weg. We gaan kijken naar de man daar met startnummer 13, denk ik, die daar aan de leiding gaat. Dat is Pieter van Langveld. Pieter van Langveld hier aan de leiding. Dan kijken we naar Marakel, denk ik, op de tweede plaats. Met startnummer 12, inderdaad. En de derde plaats gaat een roep voor 271. En dat is Len Versteegen. Len Versteegen, de man natuurlijk op de derde plaats. Hij kan die man het trekken bij niet verzoeken. Dan kijken we naar de eerste plaats. Die is 100% zeker. Die gaat naar Pieter van Langveld. De tweede plaats. Die gaat mee naar Veldhoven. We gaan hem raken. Nee, want het is Len Versteegen. Finale boys 13 is weg. Mark Noorman, Damien Leenders, Michael van Leijsen, Bas van der Steen, Joey Hoelikamp, Tom Smit, Stijmen Derks en Mark Medler. En we gaan kijken, wie is er het snelste in deze B-finale? Wie heeft er nog genoeg power om die finale zo te krijgen? We zien ze komen. Wat komt daar aan? 284. Ja, 284 op de eerste plek. Dat is Michael van Leijsen. Daar zit 236 op de tweede plek, Damien Leenders achteraan. En dan gaan we even kijken wie daar nog als derde zijn plek gaat toegen. Tenzij ze zich nog niet wisselt aan de voorkant. Maar dat ziet er redelijk constant uit. 284 is het gewonnen. Maar er komt een aanval. Nee, dat mag je niet. 284, Michael van Leijsen, nummer 1, 236. Kevin Sissen, 234. Pedro van der Wetering, 249. Joey Delissen, 283. Tom Geloeze, 54. Rick Pippers, 56. Ricardo de Bie, 241. Tim van den Broek, 244. En als laatste, Ronan Lemmens met 53. En weg zijn de mannen. Vol gas. Zonder vreemd, zonder baan. We gaan er gewoon voor. Vol op die pedalen. Kijk, er wordt gesprongen. Of dat het leven ervan afhangt. We willen de winst hebben. We willen de punten neerzetten op onze eerste AK-jaar van het seizoen 2013. Wie is er als eerste? Wie komt hier als eerste voorbij de flitsen? Dat is 234. Kevin Sissen. Wie is op de tweede plek? 283. John Dennissen. En dan gaan we nog even kijken. Maar een oplossing is thuis in de land. De ene zijn enorm heen. Dat gaat ik nog even ontwikkelen. Tot ziens, Kevin Sissen.
Zoals voorop, of voor position, op de tweede plek zien we voorbij komen, 2.80. Oké, we zijn weg in de B-finale, boys 14 jaar, boys 14 jaar. We gaan kijken naar Loeke Loek aan de binnenkant. En ik denk dat het Boy van Hassel is die daar aan de leiding gaat. Maar de man in het zwart, die gaat buitenom komen. Ik denk dat het Niels Kersten is die hier met 35 aan de kop gaat. Inderdaad, Niels Kersten, dan is het de 138 en dan zien we de 690 voorbij komen. Ik denk dat het weer goed van de Wielers die daar... op de derde plaats is, maar de overwinning is het B-finale dat de mannen starten omhoog, 35, Niels Kersten. A-finale boys, 19 jaar. Dan kijken we naar de 36 van Joe Eikelen, 34 Matthew van Dam, dan de 140 van Max van Eindhoven, 373 Rodi van den Heuvel, dan kijken we naar Koen Dalvoet met 357. Noah van Essen, de man met startnummer 128, succes. Wasselaars, we zijn weg. Juan Meiskers hier aan de binnenkant die heel goed weg is. Startnummer 38 en startnummer 38 is van de Groenendaal. Hij is als eerste vertrokken. Dan gaan we kijken naar de man op de tweede plaats. Pieter door buitenom. Daar komt er eentje heel mooi binnendoor. Maar buitenom is de buurt Max van Eindhoven. Max van Eindhoven daar naar een eerste plaats. Dan gaan we kijken naar de 32 van Jens van der Luidenaar. Jens van der Luidenaar. Het is Eindhoven, Groenendaal. Dan is het Luidenaar. Hoe daar even bij Schouder komen. En dan zien we dat de man van 36 naar de voren komen. De B-finale, boys 15, 16 jaar. Nick Schevers, Mike van Rooij, Klein Dijkmans, Michael van Gelder, Joeri Nederkorn, Erik van de Wielbach en Onnik en Wesley van Bergen. Wie komt er als eerste bij de iets grotere mannen? Wie heeft nog de meeste power in de benen? We gaan zien. We zien dat komen. Het begint met een 2,5 al. Thijs Verhoeven, 23. Koen Nouwe, 151. Leroy van Hassel, 159. Koen van der Wijst, 26. Kevin van Uden, 28. Mitchell Smits 171, Jelle van der Spijker 120 en Jeroen Slots met 104. En daar gaan ze, of ze door een raket worden afgeschoten, vol gaan die pedalen rond. Zonder beginnen er bijna aan te denken, gewoon vol op die pedalen, want we willen die winst tegen. Eens even kijken, wie komt er hier als snelste aan? Ja, houdt het bijna de duim, dus nou, dat is dat die man, hè. We hebben hier op dit moment voorop liggen. Nummertje 23, Matthijs Verhoeven. 159 zit in de tweede positie. Oeh, dat was bijna top video. 159 was Leroy van Hassel op de tweede plek. Blijft het zo, gaan we even wijzigen. We gaan even zien aan de eindstreep hier. 23 nog steeds, Matthijs Verhoeven, voorop. Tweede plek is 159. En 159 is Leroy van Hassel. Ladies 14 plus. En wat je lijst zijn, we zijn weg en we gaan kijken daar naar Nicky van der Linden die goed weg is. Aan de binnenkant Johnny Visser en we zitten erbij. Melanie van der Gevel dacht ik daar aan de buitenkant in het roze naar voren komen. Inderdaad, Melanie van der Gevel op de eerste plaats. Dan gaan we kijken naar Inge Flipsen die zich daar naar voren doet. Was vergeten, we zijn weg in de B-finale bij de 17 plus. Nou aan de binnenkant Harm van Brussel. Die daarnaast zegt, hoe even daar die pedalen niet goed. Maar nou, we gaan kijken. Het is een rush op de eerste plaats. Dan zien we daar Thomas Pinkooi aan de binnenkant. De mannen die in deze seizoen hadden met elkaar in de... Likke Klaus, 66. Ellen Jacobs, 12. Juri Bouw, 388. Merel Smulders, 251. Viviana van Hees, 31. Haar zus Soraya van Hees, 36. Sanne Vollenberg, nummertje 3. En Ruby Huisman met 71. En dan zijn onze dames, ze zijn weg. Op het sluitstuk van de dag voor de dames. Vol gas gaat die berg af. Zeg eens dat die dames niet kunnen fietsen. Natuurlijk wel kunnen ze fietsen. En of dat het leven ervan afhangt. Voor gas, door die eerste bocht. Wie gaat hier de wind? Wie wil hier de maximum power hebben? En we zien hier komen. Dubbel 6. En dubbel 6 staat voor Lieke Klaus.
En dan zien we 3-8-6, als ik het goed zag. Of 3-8-8. Zoals in ieder geval op de tweede plek. We gaan even kijken aan het eindstreep. Hoe gaat het in ontwikkeling? Wie gaat hier de buiten meenemen? En op de naam zetten in deze finale van Ladies Disney Plus. 66, nummer 1 in de video's. 388 is nummer 2. En 388 was Judy Bouw. En dan gaan we verder. 20. Mark Link, 110. Giel Klaassen, 371. Ivo van der Putten, 666. Rens van Handel, 145. Jasper Peters, 206. Rick van den Dikkenberg, 42. En Harry de Vrijste met nummer 11. En de bal is in weg. Zij laten nog even het jongstukje zien hier. Even vol gas. Onze oudste categorie, heren 17 plus. Vol band over die bal heen. Het maakt niet uit, wij geven gewoon vol gas. Wie zien we daar komen? 122. Kevin Sprenger, zou ik als eerste daar komen? Yes! Dan hebben we het triple six op de tweede. Voor de plaats, Ivo van de Putten. Wie gaat er verder in het Nederlandsje? We gaan het zo meteen zien. Als we op de laatste regeltje zitten. En natuurlijk zien we dan nog even een paar fantastische sprongen. 122, Kevin Sprenger, nummer 61. Triple six. Dat is Ivo van de Putten. De derde plaats in deze. 2-0.